Ik wil mijn lezing beginnen met een citaat van de onlangs overleden Roemeense meesterpianist Radu Lupu. Vrij vertaald zei hij ooit in een interview: iedereen vertelt een verhaal anders. En dat verhaal moet meeslepend en spontaan verteld worden. Als het niet overtuigt, heeft het geen enkele waarde. Radu Lupu doelde waarschijnlijk op verhalen die verbeeld worden in muziek. Maar het geldt natuurlijk net zo goed voor gesproken en geschreven verhalen. Zijn opmerking wijst naar de essentiële elementen die verhalen moeten hebben om te kunnen overtuigen. Ze moeten meeslepend zijn en ze moeten spontaan verteld worden. Het zijn vaak net die kleine persoonlijke verhalen waarin we deze kenmerken terug kunnen vinden. De waarde die persoonlijke verhalen kunnen hebben, beseffen we denk ik des te meer op een dag als vandaag. We hebben zojuist samen de slachtoffers herdacht van een oorlog die 77 jaar geleden ten einde liep. Intussen woedt er nog geen 2000 kilometer hier vandaan opnieuw een oorlog. De betrokkenen destijds waren, net als de betrokkenen nu, gewone mensen zoals u en ik. Mensen bij wie een overkoepelend verhaal over conflicten, zoals wetenschappers of politici dat kunnen vertellen, vaak veel minder beklijft dan de belevenissen van mensen wier leven direct door die conflicten geraakt wordt. Mensen hun lotgevallen horen delen, te horen hoe ze telkens opnieuw behoedzaam en behendig hun koers uitzetten, dwars door moeilijke tijden heen, kan troosten en verbinden. Nog steeds raken persoonlijke verhalen, persoonlijke getuigenissen, die heet van de naald verteld worden, ons het meest. Het is ook niet voor niets dat bij officiële herdenkingen, of dat nu op 4 mei of op 15 augustus is, steeds vaker persoonlijke verhalen verteld door direct betrokkenen op de voorgrond worden geplaatst. Zoals Niels net al zei, in februari werden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden, het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag en het NIOT Instituut voor Holocaust, Genocide. Het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Dat onderzoek dat deed heel veel stof opwaaien. In het programma werd één project, Getuigen en Tijdgenoten, opgenomen. Ik laat u hier allereerst een dia zien met wat brieven en documenten uit Indonesië die we daarbij hebben gebruikt. Dat project nam een bijzondere plaats in het onderzoeksprogramma. Getuigen en Tijdgenoten was niet primair een onderzoeksproject, maar het richtte zich speciaal op mensen die deze periode van nabij hebben meegemaakt. De belangrijkste functie van het project was om verhalen van die getuigen en tijdgenoten te verzamelen en om ze toegankelijk te maken voor zowel de onderzoekers aan het onderzoek, die werkten aan het onderzoek, en het grotere publiek. Het project werd aanvankelijk opgezet als een loket waar mensen hun verhalen, hun ervaringen konden delen. Maar we bleven niet alleen achter dat loket afwachten welke verhalen er binnen zouden komen. We gingen er ook zelf naar op zoek. We gingen naar bijeenkomsten, reunies en lezingen. We gingen naar discussies die elders georganiseerd werden. We initieerden zelf gesprekken en we initieerden interviews met allerlei mensen.
Waar mogelijk stelden we aanvullende vragen over net die individuele lotgevallen. We vroegen aan mensen hoe de gebeurtenissen tussen 1945 en 1949 hun latere leven hadden beïnvloed. En we vroegen, en dat is niet onbelangrijk, of we de verhalen die ze ons toevertrouwden mochten delen met anderen. Want zo voelt het wel als mensen hele persoonlijke verhalen vertellen, dat ze je iets toevertrouwen. Binnen het project gingen mijn collega's en ik... dit is een andere foto waarop u kunt zien hoe we in Nederland brieven, foto's hebben verzameld, maar ook interviews hebben gedaan. Zoals u dus aan die beide dia's zag, het verzamelen van die verhalen deden we vooral in Nederland, want daar waren we natuurlijk gewoon aanwezig. Door de pandemie werd het ook iets moeilijker om buiten Nederland in Indonesië dingen te doen. Maar we hebben ook in Indonesië mensen geïnterviewd. Tijdens het hele project hoorden we heel veel verschillende verhalen met even zoveel visies en opvattingen. En in die verhalen was eigenlijk heel vaak al te horen dat ook destijds in 1945 en tussen 45 en 50 sprake was van een brede consensus dat Nederland nog steeds recht had op haar kolonie. Dat er mensen waren die ook toen al het Nederlandse optreden in Indonesië afkeurden. En dat ook destijds de koloniale uitbuiting die aan die hele periode vooraf ging, al gehekeld werd. Die verhalen lieten zien hoe posities en loyaliteiten van mensen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Maar ook dat delen daarvan voor langere tijd verborgen kunnen blijven. Maar wat al die persoonlijke verhalen bovenal illustreerden, is hoe complex en hoe gelaagd al die individuele ervaringen eigenlijk zijn. Hoe moeilijk het is om uit die verhalen, al die verschillende verhalen, om daar een samenhangend beeld uit te destilleren dat recht doet aan ieders verhaal. En dat we om de complexiteit beter te kunnen gebruiken, beter te kunnen begrijpen, eigenlijk naar al die verhalen zouden moeten luisteren. In het boek, dat net ook al genoemd is, Sporen vol betekenis, in gesprek met getuigen en tijdgenoten over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, hebben we thema's die bij het conflict een rol speelden uitgelicht. Een aantal thema's hebben we uitgelicht. In het eerste deel van het boek, dat Posities en Loyaliteiten heet, komen de keuzes die mensen maken in een oorlog en de persoonlijke gevolgen die dat voor ze heeft, op de korte en op de lange termijn, aan de orde. Het laat ook zien hoe loyaliteiten in de loop der tijd kunnen veranderen en hoe ze soms tot hele gewijzigde opvattingen over de eigen of andermans posities kunnen leiden. We hebben bijvoorbeeld in het boek het verhaal van een meneer die als oorlogsvrijwilliger naar Indonesië was gegaan en die nu achteraf, terugkijkend op zijn ervaring, vond dat hij een oorlogsmisdadiger was. Dat vond hij zelf, omdat hij uit eigen initiatief gegaan was. Dus dat soort verhalen geven echt ook wel aan hoe mensen in de loop der tijd soms heel anders over dingen kunnen gaan nadenken. Sorry? Ja. U bedoelt de naam van die meneer? De naam van die meneer is Gerrit Den Adel. Ja, Den Adel. Ik wil u wel vragen om niet te onderbreken. Dank u wel. Ja, het geeft niet hoor. In het tweede deel, wat we in het boek hebben gebruikt, dat heet Taal. En daarin keken we in welke taal opvattingen verwoord werden.
Welke stereotypen werden door Nederlanders en door Indonesiërs gebruikt om te spreken over de ander? En tot slot hebben we een deel 3 gemaakt, waarin we ingaan op het proces van herinneren en vergeten. En daar wilden we vooral inzichtelijk maken hoe de oorlogservaringen werden herinnerd en welke van die ervaringen liever worden vergeten. We hebben daarin ook veel aandacht voor bijvoorbeeld monumenten. Hè, want dat is natuurlijk een hele specifieke manier om te herinneren. In het boek laten we zien hoe al die belevenissen een rol zijn blijven spelen in het latere leven van getuigen en tijdgenoten. Maar ook hoe die invloed hebben gehad op hun kinderen en kleinkinderen. Ik denk dat dat ook wel een van de meest indrukwekkende dingen is. Dat je ziet dat zo'n redelijk kortstondige ervaring voor sommige mensen een enorme decennia lange impact heeft op de levens van een heleboel mensen. Dus in sporen vol betekenis staan de verhalen van mensen die direct of indirect betrokken waren bij de gebeurtenissen in Indonesië. En die staan op de voorgrond. Doordat we focussen op de ervaringen en belevingen van individuen, komt eigenlijk de periferie steeds meer centraal te staan. Het boek richt vooral de aandacht op wat je de rafelranden van de geschiedenis zou kunnen noemen. Maar het is niet een staalkaart van losse verhalen. We plaatsen in het boek al die verhalen natuurlijk wel in een bredere historische context. Door die verhalen van een heleboel verschillende mensen in de schijnwerpers te plaatsen, kunnen we eigenlijk heel persoonlijke en heel intieme kanten laten zien. Soms laten die verhalen vooral hele rauwe emoties zien. Dan weer bieden ze nuanceringen of rechtvaardigingen voor gemaakte keuzes. Uit de verhalen spreekt nu eens twijfel, dan weer standvastigheid. En door aandachtig te luisteren naar wat wel kleine verhalen genoemd worden, kunnen we ervaren hoe het is om te navigeren door tijden van crisis. We kunnen die ervaring eigenlijk door die verhalen bijna aanraken. Het komt heel dichtbij. Alleen al daarom hebben kleine verhalen een grote waarde en kunnen ze onderbelichte delen van de geschiedenis voor het voetlicht brengen. Ik denk dat dat een heel belangrijk element van die persoonlijke verhalen is. De titel Sporen vol betekenis duidt natuurlijk op die sporen die de geschiedenis heeft achtergelaten. Maar het refereert ook aan het zoeken naar betekenissen. De ondertitel, In gesprek met getuigen en tijdgenoten over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, verwijst naar de gesprekken die we met getuigen en tijdgenoten hebben gehad, die hun verhaal deelden, maar ook naar gesprekken die de getuigen en tijdgenoten met elkaar hebben gehad. Omdat we Nederlandse en Indonesische stemmen naast elkaar wilden plaatsen, hebben we gekozen om het boek tweetalig uit te geven. Ik denk dat we met dat boek Sporen vol betekenis wel iets vernieuwends hebben gedaan. Voor de eerste keer staan een hele serie van verhalen van mensen met totaal verschillende achtergronden en ervaringen over die periode naast elkaar. Zonder representatief te willen en te kunnen zijn, zijn er in het boek stemmen te horen van burgers en militairen, van Indonesiërs, van Nederlanders, Chinezen, Molukkers, mannen en vrouwen en representanten van verschillende generaties. Het is dus een enorm breed spectrum. Aandacht voor die kleine verhalen is er binnen de geschiedschrijving natuurlijk wel vaker geweest. De term kleine verhalen die ik hier gebruik is ook direct afgeleid en directe vertaling van petite histoire, dat een link heeft met microgeschiedenis. Microgeschiedenis is een genre binnen de geschiedenis dat in de vorige eeuw erg populair werd. En de term klinkt eigenlijk nogal neerbuigend.
Aanvankelijk had het ook een negatieve connotatie en misschien heeft het dat nog wel steeds voor sommigen. Mijn persoonlijke kennismaking met microgeschiedenis was toen ik als student het boek De Kaas en de Wormen las. De publicatie waarmee de historicus, de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg in de jaren 70 van de vorige eeuw het genre in Italië op de kaart zette. Met kleine, maar belangwekkende gebeurtenissen uit archieven liet hij zien hoe het alledaagse leven van in dit geval in zijn boek de 16e eeuwse molenaar Minocchio en daarmee ook hoe de cultuur van die tijd eruit zag. Uit de woorden kleine verhalen blijkt eigenlijk bijna letterlijk de machtsongelijkheid. Kleine verhalen die staan tegenover de grote geschiedenis. Maar ook binnen die kleine verhalen kunnen we vaak machtsongelijkheid terugzien. Het ene verhaal kan voor sommige toehoorders toch minder waardevol zijn en toch minder betekenis hebben dan het andere. We zouden bij het begrip kleine verhalen nog een belangrijke kanttekening moeten plaatsen. Door de verhalen klein te noemen, lopen we het risico de impact ervan voor persoonlijke levens te bagatelliseren. En dat oorlogservaringen mensen voor het leven kunnen tekenen, weet tegenwoordig eigenlijk bijna iedereen. In de verhalen waar ik het hier over heb, staan de mensen tegelijk midden in de gebeurtenis, maar ze staan er ook buiten. Omdat ze gewoon niet het totaal overzicht hebben van die geschiedenis. Toch blijven al die kleine verhalen nog steeds heel waardevol om andere kanten van de geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Maar niet alleen historici zouden, denk ik, deze verhalen moeten optekenen, verzamelen en daarna moeten luisteren. Ook op grassroots niveau zouden deze verhalen nog veel meer gedeeld kunnen worden dan nu al vaak en gelukkig ook steeds meer gebeurt. De term kleine verhalen wordt eigenlijk bijna automatisch verbonden met het gewone alledaagse leven. Maar die link is niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vooral wanneer we het, zoals vandaag, hebben over persoonlijke oorlogservaringen, gaat het weliswaar om gewone mensen en wat zij hebben meegemaakt. Maar het tijdsgewricht waarin dit zich afspeelde is allesbehalve gewoon. De vertellers bevonden zich onder bijzondere omstandigheden, echt letterlijk op kruispunten van de geschiedenis. De omstandigheden waar zij over schrijven en spreken zijn tegelijk allesbehalve alledaags en op hetzelfde moment ook weer heel alledaags. Dat geldt eigenlijk ook voor iedereen die getuige was van en deelnam aan die oorlog in Indonesië. Voor de Nederlandse dienstplichtige militairen bijvoorbeeld, die ver van huis waren op een missie waarvan ze heel vaak zelf de reikwijdte niet eens konden inzien of begrijpen. Net zo goed als voor de Indonesische bevolking die hun onafhankelijkheid opeiste. Voor veel mensen ging het gewone leven tot op zekere hoogte door, terwijl ze getuigen waren van ingrijpende gebeurtenissen. Dat is bijvoorbeeld heel goed te zien aan de ervaringen van de Javaanse vrouw Tarsua, die in ons boek wordt beschreven. Ze was vanaf haar geboorte voorbestemd om huisvrouw te worden en daarnaast te werken op de rijstvelden en op de akkers dicht bij haar huis. Zelf heeft ze eigenlijk nooit het gevoel gehad dat het leven, haar leven, wat anderen misschien als heel beperkt kunnen zien, met een hele beperkte leefruimte. Zelf heeft ze nooit het gevoel gehad dat haar leven beknot werd. Vanuit haar eigen huis was ze getuige van die belangrijke gebeurtenissen, waaronder de Indonesische revolutie. In juni 2019 werd ze voor ons project door een van haar kleinkinderen geïnterviewd over de onafhankelijkheidsoorlog.
Dat is iets wat we tijdens dat project best vaak gedaan hebben. Dat we dus onder andere in Indonesië hebben we studenten, kregen eerst een soort opleiding, een masterclass in oral history. En werden daarna gestuurd met een opnameapparaat naar hun familie om daar verhalen op te gaan tekenen. Het gebeurde natuurlijk best vaak dat ze bepaalde dingen pas voor het eerst hoorden op zo'n moment. Tarsua vatte haar ervaringen in die tijd samen met het woord rame-rame, dat drukte of rumoer betekent. En het bijzondere was dat deze rame-rame in Tarsua's herinnering eigenlijk voor elke grote inbreuk op het leven in haar dorp gold. Of het nu ging om de acties van de Darul Islam, die een islamitische staat in Indonesië wilde stichten, of het nu de Nederlandse militairen waren die in 1948 langs haar huis kwamen. Maar eigenlijk, zei ze, gold het net zo goed voor de mislukte staatsgreep van 1965. Al deze gebeurtenissen veroorzaakten op eigenlijk een gelijkwaardige manier rumoer. De manier waarop deze Javaanse vrouw nu vertelt over de oorlog geeft een inzicht in hoe ze het destijds ervaren heeft en hoe ze er nu achteraf tegenaan kijkt en wat ze eigenlijk ook mee wil geven aan haar kleinkinderen. Het verhaal is ook belangrijk omdat hier een vrouw aan het woord is over de oorlog. Oorlog wordt immers nog veel te vaak uitsluitend gekoppeld aan ervaringen van en over mannen. En daarbij wordt er meestal niet van uitgegaan dat vrouwen een militaire rol kunnen vervullen. En dat geldt zowel voor Indonesische als Nederlandse vrouwen. Maar er waren in die tijd wel degelijk vrouwen die een militaire rol vervulden. In Yogyakarta spraken we in 2019 een vrouwelijke veteraan, Ibu Juwaria, die in 1933 in die stad geboren werd. U ziet haar hier op deze foto. En ik zit even te kijken of dit... Ja. Dit is nog niet zo... Dat is nog niet zo eenvoudig. Oh, ja. Oké. Okay. Goed, jammer. Nou, ze is te zien staand de vierde van links. Met die vlechten en die bril. Ze staat dus hier tussen haar kameraden in 1948. Ze was toen 15 jaar oud. Nadat ze een gevallen kameraad hadden begraven. Achter op de foto staat... herinneringen aan de periode van strijd. Ibu Juwaria, 1948, confrontatie 2, Nederland bezet Yogyakarta. De foto werd gemaakt door iemand van het studentenleger die toevallig een Kodak-camera bij zich had. Ibu Juwaria vertelde ons dat ze betrokken was geraakt bij de strijd nadat ze eerst was gevlucht uit angst voor de Nederlanders. Na een tijdje zat ze ergens buiten Yogyakarta met haar ouders en zei ze tegen haar ouders dat ze eigenlijk liever mensen wilde gaan helpen die dat nodig hadden, in plaats van daar maar nutteloos te blijven zitten. Ze vergezelde aanvankelijk vluchtelingen, maar al heel snel werkte ze op allerlei plekken tijdens die oorlog. Ze werkte in een openbare keuken, ze werkte als koerier, als Rode Kruismedewerker. En uiteindelijk dus ook als soldaat in het studentenleger. Doordat ze deze uiteenlopende ervaringen had gehad, kon ze niet alleen heel veel vertellen over de strijd, maar kon ze ook heel veel vertellen over de sociale omstandigheden destijds, tijdens die oorlog. Ze werkte later ook nog in Fort Vredenburg in Yogyakarta als gids, waarbij ze dus rondleidingen gaf, vooral aan scholieren en studenten. Het verhaal van Ibu Juwaria is ook van belang omdat het een tegenpool vormt bij het beeld van Indonesische vrouwen
zoals dat heel vaak in dagboeken en brieven van Nederlandse militairen voorkomt. Daar zijn eigenlijk bijna zonder uitzondering de Indonesische vrouwen worden daar beschreven in hun rol van wat baboes genoemd werd. Dus een verzorgende rol. Dat waren de vrouwen die wasten en allerlei werkzaamheden verrichten voor die militairen. Heel af en toe werden aan zo'n vrouwen wel spionageactiviteiten toegeschreven. In een van de dagboeken staat bijvoorbeeld te lezen dat een baboe de was op een bepaalde manier op de waslijn hing, zodat haar republikeinse medestrijders wisten over een opkomende Nederlandse militaire actie. Dan hadden ze afspraken gemaakt hoe ze dingen ophingen en wat dat betekende. We blijven nog even stilstaan bij vrouwen, maar gaan nu naar de ervaringen van Nederlandse vrouwen die naar Indonesië gingen. Dat waren er, zoals u zich kunt voorstellen, niet heel veel. De meeste gingen met het leger, maar in het Nederlandse leger werden die vrouwen niet ingezet voor gevechtstaken. Ze vervulden wat destijds als ondersteunende en daarmee geschikte taken voor vrouwen werd gezien. Dus ze werkten bij de administratie, in apotheken, ziekenhuizen of bij de welfare. Dat kon in het Nederlandse leger bij verschillende onderdelen. Er was allereerst het VK KNIL, het vrouwenkorps van de KNIL. Het vrouwenhulpkorps, het VHK. En bij de MARVA, de vrouwenafdeling van de marine. Anderen gingen werken voor het Rode Kruis. Dat is niet echt direct een legeronderdeel, maar wel een humanitaire organisatie met sterke banden met de krijgsmacht en de overheid. Met getuigen en tijdgenoten organiseerden we een groepsinterview waarin we met drie vrouwen spraken over hun ervaringen destijds binnen het leger. Het was Francine van Straten, die in 1946 als secretaresse bij de MARVA ging werken. Johanna Rodenberg, die in 1948 secretaresse werd bij het Vrouwenhulpkorps. En Boukje Ritman. En van haar heb ik een foto. Boukje Ritman ging in 1948 als 22-jarige verpleegster voor het Rode Kruis naar Indonesië. U ziet haar hier op de foto in een legerhospitaal. Ze staat recht bij het bed van een patiënt. Haar verhaal was eigenlijk ook bijzonder, omdat ze dus overdag verpleegde ze militairen, vaak zwaar gewond en ze zag daar de meest vreselijke dingen. En 's avonds, in haar vrije tijd, zat ze bij een cabaret dat ze met mannelijke collega's had. En dan trad ze op voor de troepen overal in de omgeving. In tegenstelling tot Ibu Juwaria, die destijds al heel sterk politiek geëngageerd was, leken voor de Nederlandse deelnemers aan ons groepsinterview politieke overwegingen nauwelijks een rol gespeeld te hebben. En eenmaal in Indonesië bemoeiden ze zich ook helemaal niet met de politiek. Het bleek niet alleen uit dit groepsinterview wat we met deze mensen hadden, maar dat blijkt ook uit brieven van andere vrouwen die bij het leger zaten en die naar huis schreven. Hun persoonlijke redenen om te vertrekken hadden dan ook veel meer te maken met de behoefte om eindelijk iets anders te kunnen doen. En soms ook zelfs met een hang naar avontuur. Ze wilden hun horizon verbreden na de vreselijke jaren onder Duitse bezetting in Nederland. En het vertrek naar Indonesië was daarvoor een hele goede manier. Wat erg opviel in ons gesprek met deze vrouwen was dat ze hele sterke opvattingen hadden hoe er tegenwoordig vaak over veteranen gesproken wordt. Ze waren echt verbolgen over hoe die Nederlandse veteranen nu nog steeds worden benoemd. Ze onderstreepten dat de Nederlandse militairen destijds echt nodig waren geweest om de rust en orde in Indonesië te herstellen. En ze wilden echt geen kwaad woord horen over wat die veteranen mogelijk aan
minder prettige dingen of erger hadden gedaan. Er waren ook sommige Nederlandse vrouwen die als ambtenaar werden uitgezonden naar Indonesië. U ziet op de foto's achter mij twee van die vrouwen. Voor u links staat Anne Vos, die in 1946 en 1947 voor gouverneur-generaal Huib van Mook werkte op Paleis Rijswijk. En rechts, op de foto rechts, maar links, ziet u Ellen van Marle, die in juni 1949 in hetzelfde gebouw, dus op dat paleis, secretaresse werd eerst van Tony Lovink, die de hoge vertegenwoordiger van de kroon was, de laatste hoogste Nederlandse gezagsdrager in Indonesië. En na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 werkte ze voor de hoge commissaris in Indonesië, Hans Hirschfeld. En Vos kon ik vorig jaar nog uitgebreid interviewen. Ze was toen al 101 jaar. En als alles goed gaat, wordt ze volgende week 102. Ellen van Marle is al heel lang dood, maar zij liet een uitgebreid archief na dat door haar familie werd ondergebracht bij het NIOD. Hun beide relatie met Indonesië kon eigenlijk niet verder van elkaar liggen. En ook de kennis die ze hadden van het land kon niet verder uit elkaar liggen. Ellen kende het land en de mensen heel goed. Ze was er geboren en had er tot het eind van de Japanse bezetting gewoond. Anne was er nog nooit eerder geweest en wist voordat ze er naartoe ging eigenlijk ook nauwelijks iets van het land. Hun ervaringen, of die nu te lezen staan in die contemporaine brieven van Ellen uit 1949 en 1950, of hoe ze in 2021 door Anne herinnerd werden, laten in ieder geval heel duidelijk zien hoezeer deze vrouwen afgesloten waren van de Indonesische samenleving. Beide vrouwen gaven aan dat ze eigenlijk zelden, wat zij noemden, buiten kwamen. Contacten met Indonesiërs hadden ze ook nauwelijks. En hoewel ze af en toe hun bazen vergezelden wanneer die op dienstreis gingen, waren ook die reizen meestal erg afgeschermd. Ze beoordeelden de politieke situatie ter plekke dan ook heel erg vanuit hun eigen Nederlandse perspectief. En Anne herinnert zich nog heel goed hoe ze schrok van spandoeken waarop in het Indonesisch en het Nederlands teksten als dood aan de Nederlanders te lezen waren. Op de een of andere manier leek het alsof dat bijna niet doordrong tot binnen dat paleis of wat daar besproken werd. Ik ga naar een volgend voorbeeld dat zich afspeelt in het najaar van 1945 in Bandung. En dat is tijdens de gewelddadige periode die in Nederland bekend staat als de Bersiap, waarin heel veel slachtoffers zijn gevallen. Dat Bersiap is van oorsprong een Indonesisch woord, maar het heeft in Indonesië een hele andere betekenis dan hier in Nederland. Hier in Nederland staat het echt voor die gewelddadige periode. En staat het ook heel erg voor het slachtofferschap van Indische Nederlanders. Ook in Bandung was de situatie in die tijd heel precair. En op 17 oktober 1945 werd de stad bezet door Britse troepen. Maar de gevechten in de stad tussen Indonesische en geallieerde troepen die bleven aanhouden. En in december, begin december, werd besloten een demarcatielijn in te stellen. En die demarcatielijn verdeelde de stad in een Nederlands deel in het noorden en een Indonesisch deel in het zuiden. We organiseerden opnieuw een groepsinterview met Nederlandse ooggetuigen die destijds als tiener in Bandung woonden.
Die groepsinterviews, dat zijn we eigenlijk vrij snel na het begin van het project gaan doen. Omdat we dachten dat het wel een goed idee was om mensen die bijvoorbeeld op dezelfde tijd op eenzelfde plek waren geweest bij elkaar te zetten. Of mensen die vergelijkbare ervaringen hadden. En wat je dan eigenlijk zag, was dat mensen en zich meer dingen gingen herinneren doordat ze met elkaar in gesprek waren. Maar ook dat ze elkaar op sommige momenten corrigeerden. Dus het werd eigenlijk een veel levendiger gesprek dan wanneer je een interviewer tegenover een geïnterviewde zet. U ziet rechtsboven de drie deelnemers aan dat groepsinterview over Bandung en de demarcatielijn. Links ziet u Ami Emanuel. Ze waren dus in die tijd allemaal rond de 14, 15 jaar. Ami Emanuel werkte in een winkel op Pasar Baru. In het midden ziet u Connie Suverkrop. En zij had net de zorg gekregen over haar jongere zusjes, omdat haar moeder was overleden aan tuberculose. En rechts ziet u Robert Schabrak, die net begonnen was met zijn taken als ordonnans voor de RAPVI. Dat was de organisatie die belast was met de opvang van voormalige krijgsgevangenen en geïnterneerden. Ze poseerden hier na het interview samen met elkaar. Wat vooral opviel in dat interview was dat ze alle drie ook voorbeelden aanhaalden van hulp die ze kregen van Indonesiërs in hun omgeving. Ami vertelde bijvoorbeeld over Indonesische jongeren die eens het huis van zijn tante wilden binnendringen. Ze wist dat in het buurhuis 's nachts een gewapende Indonesische bewaker stond. Die man was overigens een heel groot voorstander van de Indonesische onafhankelijkheid. Dat wist ze ook. Maar ze riep hem toch luidkeels in het Indonesisch om hulp. En Ami zegt dan, en toen kwam hij en hij schoot in de lucht. En toen kwamen die jongens, die waren allemaal op het achtererf, die stoven meteen weg. En hij haalt die herinnering aan omdat hij een kanttekening wil plaatsen bij iets wat vaak gezegd wordt. Want hij zegt, als de mensen nu zeggen dat die Pemuda, dat is dat Indonesische woord voor jongeren, dat waren die jonge onafhankelijkheidsstrijders. Als men zegt de Pemuda zijn allemaal moordenaars, dan moet ik zeggen, nou, dan zijn wij een uitzondering. Onze familie heeft het leven, hun leven te danken aan deze jongens. Ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van de kracht van die kleine verhalen. Want een herinnering als deze laat zien dat de werkelijkheid helemaal niet zo zwart-wit was als soms lijkt te worden gesuggereerd. In het groepsinterview werd eigenlijk ook heel erg duidelijk dat niemand precies wist wat er aan de andere kant van die demarcatielijn gebeurde. Ami Emanuel vertelde zelfs dat hij pas jaren later in een boek las wat er allemaal aan de andere kant gebeurd was. We besloten daarom ook op zoek te gaan naar het verhaal van die andere kant. En we vonden een Indonesische veteraan, Pak Idi, die ziet u hier linksonder. De foto is gemaakt na het interview in het veteranenkantoor. En hij had als jonge man meegedaan en ervaren hoe het was tijdens de Bandung Lautan Api. Dat is de Bandungse vuurzee in maart 1946, waarbij grote delen van de stad in brand werden gestoken toen de Indonesische troepen zich terugtrokken. Als jonge man had Pak Idi daaraan meegedaan en hij zat destijds bij het Indonesische leger, omdat hij net wilde meevechten voor de onafhankelijkheid van zijn land. Hij was toen nog maar 17 jaar. Hij vertelde dat zijn groep de opdracht kreeg te patrouilleren bij het treinstation van Bandung. Ze moesten daar uitkijken naar aanvallen vanuit het noorden
en ze liepen tot middernacht daar patrouille. Hij zegt dat hij zich helemaal niet herinnert dat iemand ook maar een opdracht kreeg om dingen in brand te gaan steken. Maar op een bepaald moment keek hij en zijn kameraden naar boven en zagen ze dat de hemel helemaal rood werd en dat er overal branden waren uitgebroken. Op dat moment gingen ze zelf ook gebouwen in brand steken. Wat er in het najaar van 1945 nog meer gebeurde in Bandung, bleek uit de brieven die het Nederlands-Chinese echtpaar Aida en Hok Tan Schepers naar haar ouders in Nederland stuurde. U ziet hier een foto met rechts het echtpaar ver voor de oorlog aan hun tafel in Bandung. En links ziet u een brief waarin een gruwelijke gebeurtenis beschreven staat. Het echtpaar was samen met hun drie kinderen tijdens de Japanse bezetting gelukkig goed doorgekomen. En ze gingen naar een huis vlakbij tegenover het Borromeus ziekenhuis in Bandung. Hoewel Aida, haar echtgenoot, verschillende keren had gevraagd of dat wel veilig was en of ze toch niet veel beter zolang het zo onrustig bleef naar een beschermingskamp zouden moeten gaan, was haar man Hok vastberaden naar dat huis te willen gaan. Hij was er totaal van overtuigd geen gevaar te lopen. Hij voelde zich veilig. Hij was op Java geboren en getogen. Hij sprak Javaans. En hij dacht dat hij zowel bij de Nederlanders als bij de Indonesiërs goed aangeschreven stond. Toch viel op een dag in november een groep Indonesische jongeren het huis binnen. En vader Tan werd voor de ogen van zijn gezin vermoord. Dat staat in deze brief beschreven. Hier beschrijft Aida dat verhaal aan haar moeder in Nederland. U kunt zich voorstellen dat dat voor dit gezin een verschrikkelijk traumatische gebeurtenis was. En we kunnen dat heel goed teruglezen in die bewaarde brieven. Dat is op zich best bijzonder. En we hebben het ook kunnen horen in de herinneringen van hun kinderen. Die brieven hebben voor die kinderen nog een hele andere rol. Omdat zij natuurlijk heel klein waren toen hun vader vermoord werd, hebben ze hun vader nooit gekend als volwassene. En ze hebben sowieso maar hele beperkte herinneringen aan hem. Door die brieven allemaal te lezen, hebben ze dus een heel goed beeld gekregen van wat die vader voor iemand was. En een van de zonen zei tegen mij: ik heb zelfs een veel beter beeld gekregen van mijn moeder. Want mijn moeder bleek een hele andere vrouw te zijn geweest dan zoals ik haar kende. Dus ook in dat opzicht zijn dit soort persoonlijke documenten heel waardevol. Nou, alle voorbeelden die ik heb aangestipt laten eigenlijk zien hoe divers die ervaringen van mensen kunnen zijn die op hetzelfde moment op min of meer dezelfde plaatsen waren. In het interview over Bandung zei Ami Emanuel over de grote verschillen die er nog steeds bestaan, over hoe mensen tegen die periode aankijken, dat eigenlijk die demarcatielijn die destijds Bandung in tweeën verdeelde nog steeds bestaat. De bijzondere waarde van kleine verhalen spreekt denk ik heel duidelijk uit de verschillende voorbeelden die ik gaf. Toch zijn er nog een paar kanttekeningen te maken bij de waarde van die verhalen. En dat komt omdat ook deze verhalen, net als de grotere historische narratieven, natuurlijk altijd constructies zijn. Geen enkel verhaal, of het klein is of groot, is onbevangen. Elke verteller gebruikt verteltechnieken. Door bepaalde onderdelen te accentueren en anderen weg te laten, kan de verteller de luisteraar tot op zekere hoogte beïnvloeden. Door het verhaal vanuit een bepaald perspectief te vertellen, wordt de aandacht bijna automatisch naar hele specifieke elementen geleid. De aandacht wordt geleid naar wat de verteller graag
over wil brengen, hè, wat hij wil dat wij weten. En verhalen ordenen niet alleen persoonlijke gedachten, ze ordenen tot op zekere hoogte ook de werkelijkheid. Ze geven er een heel particuliere betekenis aan, laten een ander perspectief zien en nodigen soms ook uit om iets van een hele andere kant te bekijken. Wat kunnen al die kleine verhalen dan eigenlijk toevoegen aan het inzicht in grote historische gebeurtenissen? Nou, ik hoop dat door de voorbeelden die ik heb gegeven duidelijk is geworden dat die ervaringen de grote geschiedenis en op een hele mooie manier, maar ook op hele essentiële punten kunnen aanvullen. In het indrukwekkende boek Oorlog en Vrede, dat het herlezen meer dan waard is, zegt Tolstoj dat de geschiedschrijving als een doof stomme is, die antwoord geeft op vragen die niemand hem stelt. En inderdaad lijkt er soms een onoplosbare kloof te bestaan tussen de geschiedschrijving aan de ene kant en de persoonlijke ervaring aan de andere kant. Door de kleine verhalen van mensen te betrekken bij die geschiedschrijving, worden er hopelijk andere en meer vragen gesteld en ook antwoorden gegeven waar wel behoefte aan is. Dat was immers ook een van de functies die ons project had binnen dat onderzoek. Hè? Dat we ook voor de onderzoekers een soort extra informatie konden geven waar zij weer bepaalde dingen mee zouden kunnen doen. Bovendien zijn de kleine verhalen en de grote geschiedenis in de kern helemaal geen aparte entiteiten. Door ze naast elkaar te zetten, kunnen we beter laten zien hoe verweven ze met elkaar zijn. En blijkt dat vooral die kleine verhalen kunnen bijdragen aan een inclusievere en meer gelaagde beschrijving van al die ervaringen. In het geval van de verhalen rondom de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog kan het delen ervan, denk ik, er vooral voor zorgen dat we meer begrip krijgen voor allerlei verschillende posities die destijds echt tijdens dat conflict waren, maar die er eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn. En ik denk dat begrip krijgen een van de belangrijkste dingen is die we kunnen doen in deze tijd waarin toenemende polarisaties zo ontzettend gemeengoed zijn geworden. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel, Eveline. Jullie gaan nu luisteren naar Sterre Konijn en Christian Verbeek. Zou jij me even willen helpen? Want ik wil dit even uit het zicht halen van de mensen die hier zitten. Dan kunnen die nog, we kunnen hem helemaal naar de zijkant tillen. Ja, zo. Jullie gaan spelen. Verschillende nummers aaneengeregen. Veel succes. Een hartelijk applaus alsjeblieft. Bedankt voor de interessante lezing. Wij gaan vier stukken voor jullie spelen. We beginnen met een lied dat oorspronkelijk gezongen en geschreven is door Mercedes Sosa, Argentijnse zangeres. En zij kwam met dit lied eigenlijk op voor de ongelijkheid in de samenleving. En schreef dit lied eigenlijk om het verhaal te vertellen van degene die dat zelf niet kunnen. Ik heb het in het Nederlands vertaald, dus u zal het wel volgen. We vervolgen met een improvisatie van Christian, de pianist. Vervolgens een Spaans lied, Nana. Dat is een rustlied. Ben ik goed te verstaan trouwens? Ja? Oké. En tot slot Tudi, een stuk van de Franse zangeres Camille.
En dat vertelt over iemand die er niet meer is, maar die voortleeft in de natuur. En ze zegt, als je met me wilt praten, luister dan naar het geluid van de vogels, van de regen en van de wind.
Do-dee-doo.